We zijn hier bij Autolet.eu in Haaksbergen. Een bedrijf dat gespecialiseerd is in autodocumentatie, dus autofolders, boeken, persmappen. Heel legio aan documentatie. Ik kan wel even wat dingen laten zien hier. We hebben hier zeg maar hele oude autotijdschriften van Autovisie, De Auto. En dat gaat vanaf het jaar 1908 tot heden. Toen de auto net bestond, zeg maar. Ik kan er al even eentje uithalen. En het zijn allemaal documentatie van auto's van toen. Toen men een auto kocht. Nee, dit kreeg je een boekje bij? Dit is een blad waar men op kon abonneren. En hier stonden zeg maar nieuwtjes in, advertenties, bakkersbanden, Dunlop, hè? De banden toen. Minerva, een oude auto zeg maar, uit België. Je hebt deze boeken allemaal, hoe kom je eraan? Dit heb ik overgenomen van oude verzamelaars die dat destijds hebben verzameld en die overleden zijn zeg maar. Waarom wil je die boeken graag hebben? Ja, waarom wil ik die graag hebben? Het is een soort passie wat ik heb, zeg maar. Het idee is om hele oude, unieke dingen op te sporen en dat weer aan de liefhebber te brengen, zeg maar. Je brengt dit allemaal online? Ja, zeker. Alles wordt zeg maar hier digitaal ingescand. Vertaald in 3 talen. We zitten wereldwijd namelijk. Dus het Nederlands wordt vertaald naar het Engels en naar het Duits. En zodoende kan men zeg maar, wereldwijd ons zoeken of vinden zeg maar, via Google. En kan het ook wereldwijd gewoon besteld worden. Hoe ben je op deze passie terechtgekomen? Ja, ooit begin je met een hobby, met verzamelen. Het begint op de basisschool. Je gaat naar een autorij toe. Je scoort autobrochures. Je wordt ouder, je haalt je rijbewijs, je gaat langs auto's lopen rijden, je haalt daar instructieboekjes uit de auto. Marktplaats begint net eigenlijk op te komen. Die boekjes zet je op Marktplaats neer, het verkoopt en ondertussen loopt een hobby zeg maar echt uit de hand. En ik heb dus van mijn hobby mijn werk gemaakt. Hoeveel documentatie heb je wel liggen hier? Veel, heel veel. 200, 250 vierkante meter bomvol, kasten bomvol, zeg maar, heel veel, ja. Waar ben je het meest trots op? Het meest trots op? Kijk eens naast je. Een velg van Niki Lauda van de crash toen hij, zeg maar, crashte op de Nürburgring in 1975. Modelautootjes van het merk BBR. Als je iets meer kunt lopen. Italiaanse handgemaakte modelautootjes. Nou ja, dit is een Pagani. Pagani Zonda. Gelimiteerd. 24 stuks. En dit zijn toch modelautootjes van 400-500 euro. Echt, voor de echte verzamelaar, zeg maar. Hoe ben jij eraan gekomen? Dit kop ik rechtstreeks in bij de leverancier, dus bij BBR in Italië. Ja, en dit gaat dan ook weer naar een echte verzamelaar. Het kan zijn in Nederland, maar ook Amerika. Dus als ze liefhebber zijn, kunnen ze bij jou melden? Ja, zeker. Dan zie ik heel veel documentatie liggen. Ja. Van alle merken auto's? Vrijwel elk merk, daar hebben we wel boeken of folders of wat andere dingen van de voorraad. Ja. Wat we hier hebben, is het allereerste kever instructieboekje. Vooroorlogs van 1938. Het heette toen nog geen kever, maar het heette toen KDF. KDF-wagen. In de tijd dat Hitler zeg maar aan de macht was. Ik kan het bijvoorbeeld laten zien. Hitler wordt hier afgebeeld. Het lettertype is ook echt van het Duitse Rijk vroeger. En zo'n auto kon je niet eenmaal kopen, dat moest je echt sparen. Er zat ook een inlegvel bij en je moest daar zegeltjes voor inplakken. En als je zo'n velletje vol had, dan kon je zeg maar die auto bestellen of kopen. Toen je de auto kocht, kreeg je zo'n instructieboekje erbij. Dat is vrij uniek. Er zijn niet veel van die auto's gemaakt.
ik geloof misschien maar een paar duizend, want ja, toen kwam de oorlog eraan. Dus. Nou ja, iets anders hebben we hier liggen, dus een Porsche. Hè? De allereerste 911 brochure. Nou ja, het was nog geen 911, het is een 901. En die namen hebben ze heel snel aan moeten passen, na 911. En goed, en hier hebben we de allernieuwste Porsche brochure liggen, de allernieuwste 911 GT3. Wanneer denk je klaar te zijn met alles te digitaliseren? Ja, om eerlijk te zijn, ik denk nooit. Het archief is zo omvangrijk en zoveel. Misschien dat we wel echt wel 100 jaar nodig hebben om alles echt te digitaliseren. Ja. Er zijn mooie geschiedenis hier staan. Ja, er staat, ik denk het grootste archief van Nederland dat we hier wel hebben staan. Ja. Dus, ja. Met hoeveel mensen doen jullie dit? Wij doen het met 4 mensen. En een stagiair. We zijn ook een erkend leerbedrijf van het ROC. Dus als je een administratieve opleiding doet, dan, ja, en je bent autoliefhebber, dan kun je hier zeg maar hier stage lopen. Ja. Ja. Doordat jij alles digitaliseert en weer verkoopt, haal je de inkomsten binnen? Ja, alles wordt zeg maar via onze webshop verkocht en dat is ook onze inkomstenbron. Ja. En af en toe doen wij ook beurzen, zoals Maastricht, Interclassics, concours op Paleis Soestdijk. En af en toe hele kleine evenementen, zoals vandaag de MG Club, die bij ons op bezoek is. Ja, je rijdt nooit uitgewerkt, hè? Nee, eeuwig aan het werk. Ja, 7 dagen per week. Maar goed, af en toe pakken we de tijd wel om te relaxen. Dus. Nou, dit is ons kantoor, zeg maar. Hier wordt alles gedigitaliseerd. We hebben een speciaal programma om het online te zetten, te veranderen. De site is in het standaard in het Nederlands. Maar daarnaast hebben we dus ook Engels en het Duits. We hebben heel veel Duitse klanten. Vandaar ook de Duitse taal, zeg maar. En ook dat we in Duitsland beter vindbaar zijn op Google. Lennart is nu bezig om wat dingen online te zetten van Porsche. En als mensen jouw website willen zoeken, waar moeten ze dan naar kijken? Ja, dan moeten ze eigenlijk direct naar www.autolid.eu gaan en lekker rondstruimen dus. Gigantisch veel online, dus altijd wel iets wat de mensen aanstaat.